Sorry dat zoveel tijd nodig was voor een nieuwe video. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario in de 1000 jaar door. Ik ben er weer, Trainer Stevie, terug met een nieuwe aflevering. Nogmaals, sorry dat het zo lang duurde. In de vorige aflevering hebben wij Hooktail eventjes ondersteboven gegooid. Hebben we heel veel verhalen gezien. Hebben we gezien dat Princess Peach weer ontvoerd is. En een hele rare cutscene daarbij gehad. En daar was ik niet echt fan van. En hebben we ook nog eens een keertje gezien dat ja, we weer hier terug zijn als... in ieder geval één ding eventjes heel erg belangrijk. Heel even. De eerste ding wat ik eventjes wil doen is bij de badges... die badge uitzetten. Serieus, ik heb een hekel aan die badge. En jullie zouden er ook een hekel aan moeten hebben. Echt serieus. Dus goed. In ieder geval, in deze aflevering gaan wij richting de 1000 year door. In verband met als we bij de 1000 year door aankomen, dan zullen we de locatie zien van de nieuwe Star Piece. En wat heb jij te zeggen? Some rumor... Some rumor monger told me you guys defeated Hooktail. That's just a joke, right? What? It's true? No way. I figured it was Grumble if you were to run from some of the trash can. Jij nog iets boeiends te zeggen? Product placement in-game itself. Hey, I gotta say, I only play as my Nintendo GameCube best system ever, am I right? Yeah, I think so too. Anyway, I saved up for a new game, the sequel to Paper Mario. I just got started, but it's a blast so far. A blast! Try it yourself and see. We zijn op het moment een beetje de duizend keer door aan het doen. In ieder geval, ik ben vergeten mijn timer te zetten. En kan ik heel eventjes jullie zeggen waarom dat zo lang duurde voordat er een video is gekomen. Het probleem is, zoals jullie weten, ik ben geen fulltime YouTuber. Want ik heb namelijk ook nog buiten YouTube gewoon mijn werk. Vorig weekend hebben we 11 jaar gehad. Niet afgelopen weekend, maar vorig weekend. En die week daarin was ik zo enorm veel ingepland door mijn werk. Dat ik dus niet aan opnames toe ben gekomen. En daarom hebben we dus een hele week geen opnames gehad. En dan denk je bij je eigen, heb je dan geen tijd even, wil je dan hier gewoon eventjes een dagje vrij op vakantie? Nee, die dag dat ik vrij heb? Nou ja, eigenlijk technisch gezien neem ik dit op een zondag. En ja, klinkt misschien heel erg gek, maar ik moet zondag gewoon werken. Want ja, ik moet vandaag gewoon werken en trouwens, dit is awesome. Ik hou van deze muziek. Oké, ik zal gaan voice acten. What's up? Something's wrong, Mario. You're shaking. Are you feeling alright? Ik ben hier aan het shaken, Koops, en dansen. Kom op! Kruip eens even uit je schel! Dans even mee! Nee? Oké, vooruit dan. Ik hou van het deuntje. That's a new mailbox SP, isn't it? Wow, neat. Did you get some mail? My dearest Mario, I sent this letter in hope that it reaches you safely. I am being held against my will in some strange place. Though I do not know where I am, I remain unharmed and in relative comfort. Those who have captured me seems to be after the map I sent you earlier. They may be hoping to use it to find objects they call the Crystal Stars. I do not know what they are planning, but I have a feeling it's not anything positive. Mario, please, you must collect those Crystal Stars before they do. You must! They are already aware that you have the map, so please be very careful. And please, don't worry about me, Princess Peach. Wow. You got an email from a princess. That is so cool. So anyway, she's unhurt. That's good at least. But I didn't like the sound of those kidnappers looking for the crystal stars as well. Ik ook niet, Koops. Geen fan van. Maar goed, we kunnen dus rustig aan teruglopen en Koopa. Noemde ik nou echt serieus een Goomba en Koopa? Blooper! Nou ja, maakt het in ieder geval niet uit. En hoppakee, daar gaat weer een kwakspit over. Ik zeg je, als je het voice actor bent, dan krijg je een Goomba met een spike op zijn hoofd. En als je dan Goomp, dan spuug je je scherm onder. Dus daar word je niet vrolijk van. Goed, in ieder geval, ik zie jullie. Ik laat dit er gewoon in. Ik bedoel, serieus, dit is zo lang geleden. Jullie zijn ook een beetje roestig. Dit zijn battles. Jullie weten wel hoe battles werken, toch? Laten we zoals in elke fashion game gewoon weer heel eventjes een flashback geven van hoe dat ding ook alweer werkt. Dat tegenwoordig alle games aan doen. Ik win me eigenlijk weer veel te veel op. Misschien komt het door de koffie die ik op heb. Ik weet niet. Ik bedoel, serieus, ik moet toch een beetje energie hebben. En jullie ook niet? Nou, in ieder geval. Zoals jullie weten, dus ja, dat is de reden waarom. En... Oké, weet je... Ik dacht bij mijn eigen misschien... Oké, dus nu, ik krijg in één keer de item die dus een vijand daar vast had in die game. Ja, daar is daar een hele kleine kans voor.
Er is een kleine kans dat ze inderdaad een item droppen. En dat is altijd wel erg handig als ze dat doen. In ieder geval, wat ik me eens wou vertellen is... weet ik eigenlijk niet meer. Ik bedoel, al die battles... Ja, ik kan wel wat battles negeren. Gewoon eigenlijk doorlopen. Maar ja, die starpoints... Ja, je kunt ze toch even het beste maar meenemen. Want ja, dan krijg je level up en level up. Awesome. Goed. Er is nog iets anders. Zit hier nog iets in? Er is iets anders wat ik jullie zeker wil gaan mentionen. Er is een post geweest op Facebook. En dan weet ik... Mijn Zelda-player, wij hebben geen Facebook. 80% ondertussen. Je hoeft geen Facebook te hebben om op de web... Laten we het water induiken. Je hoeft geen Facebook-account te hebben om de Facebook-pagina te zien. Je moet alleen een account hebben om juist te antwoorden of iets. Ik heb daar een post op geplaatst tot er binnenkort, en dat was ergens in april geloof ik, tot we ergens mee bezig zijn. En daar zie je dan een foto op. En ik ga niet te veel spoileren. Ik zeg gewoon van, kijk gewoon even op de pagina en dan zien jullie het wel. Ik zal nog een keertje reposten voor de grap, ook op die pagina. Het grappige is, daar komen alle updates op. Daar heb ik ook alweer gepost van tot, ja, ik druk op met mijn werk. En dan weten jullie een beetje waarom dat, als er geen afleveringen zijn, waar dat dus mee, waarom dat dus gaat. Ook nog eens een keertje, die hint die dus op de Facebook staat, is ook nog eens een keertje te vinden op mijn YouTube pagina. Gewoon op mijn main pagina. Ik bedoel serieus. Daar zie je dus welke projecten dat ik mee bezig ben. En daar staat dus nou een project met heel veel vraagtekens en een paar letters erin gescrambled. Want geloof me, het is een heel groot project waar we mee bezig zijn. En ik heb er heel erg veel plezier al in. En ik kan niet wachten om het met jullie te delen. En yay, mushroom! Maar ja, het punt is, het is nog niet klaar. En ik wil het echt niet verraden wat dat is. Dus daarom ga ik nou mijn kop over ophouden. Want ik wil jullie iets nieuws vertellen. Er is hier een warpipe waar we nou naartoe kunnen komen. En daar konden we eerst nog niet naartoe komen. Daarom wil ik jullie eigenlijk laten zien waarom dat we hier nou wel naartoe kunnen komen. Want het is namelijk heel erg belangrijk waarom dat je hier naartoe wil komen. Dus ja. Oh ja, trouwens, mocht je hier naar beneden vallen, dan verlies je ook 1 HP. Dan zijn jullie daarvan op de hoogte. En Koops is magisch verdwenen. Maar hier willen we zeker naar binnen toe gaan. En trouwens, ouders, sorry dat ik zo hyperactief praat. Dat heeft gewoon te maken met ik wil heel veel informatie geven. Ik bedoel, ik kwam op 11 uur, ik kwam met... Voor dadelijk, eerst deze gast. Hello, welkom. I'm Merlay, underground, cute as can be, a fortune teller, that is me. Lucky for you coming here, I tell fortunes, have no fear. Let my mystic powers tell of days to come. More as well, for luck sits on my spells. What do you say, Mr. Guy? Want to give it a try? Ja, hij houdt nogal van rijmen. That's good, that's great. Choose your path to fate. Which path do you choose? Dit heeft te maken met hoe lang dat je het effect wil hebben. 5 coins dat zal heel erg kort zijn. 20 coins dat zou ietsje langer zijn. En 50 coins die duurt extreem lang en is het beste. Je wil voor special path gaan, dus zorg ervoor dat je 50 coins hebt. Ik bedoel serieus, coins die... Dat is niet echt heel erg snel nodig, dus laten we dat maar gewoon doen. Oké, that's fine by me. So ready. Ready for me? Oké, here we go. In a box you shall go. Because places you wanna see. My rhyming skills are very bad. Because there's no rhymer in me. I can rhyme in Dutch, you know. But that's a different story, you know. Seriously, ik ben heel slecht erin. Maakt niet uit. Goed, in ieder geval, voice acting. My mystic powers can make you smile. In battle, you win with style. Even if nasty foes arrive, you'll be fine since my fortune will thrive. Okay, come again. See you soon. See you then. Goodbye. Bye-bye then. Leave your door now. Move it! Okay, sorry. Wat we nu hebben gekregen is, in battles krijgen we nu een soort van critical effect dat random kan gebeuren. Het kan onze attack increase, het kan onze defense increase, het kan de aantal star points die we krijgen, kan het omhoog gooien. Het kan echt heel veel goede dingen geven, dus je wilt het zeker hebben. Dus als het gebeurt in battle, zal ik het jullie zeker laten zien. Goed, in ieder geval, eventjes terug over het verhaaltje wat ik dus... ik haal het heel eventjes uit de warpipe. Bij Elvia was ik dus een gezellig... ja, heel veel fans ben ik tegengekomen. Hartstikke gezellig geweest. Maar toen ben ik dus er ook eentje tegengekomen. En er stond een vader bij. En die vader die had echt zoiets van... Oh, die stem. Ik hoor hem dag in dag uit. Dus vandaar dat ik heel eventjes zeg tegen iedereen van... ja, sorry ouders. Het spijt me zeer. In ieder geval, we kunnen nou ook hier heel eventjes kijken. En we zien dat we hier nog niks kunnen. Willen we eventjes onthouden tot dat daar zit. Hartstikke handig om te weten. Dus... Volgens mij is dat daar... Nee, daar zat niks. Oké. Daar kunnen we ook nog helaas niks doen. Dus dan gaan we hier met de warpipe. Maar die vindt het wel leuk hoe dat ik de video's doe. En ook dat ik het wel met taal gebruik. En alles een beetje... Dat ik rekening wil houden met taalgebruik. Maar ja, ik kan voor de ouders best wel begrijpen dat mijn stem na een tijdje irritant wordt. Sorry. Aan de andere kant zou ik dan kunnen recommenden van... nou jongens, gewoon aanraden van... Zou ik dus kunnen aanraden van... Ja, misschien...
doe een koptelefoon op of iets. Maar dan krijg je weer het probleem van, ja, als je dan wordt geroepen voor eten, of dat je huiswerk op moet maken, of weet ik veel waarvoor, dat je kamer op moet ruimen. Dat is belangrijk, jongens. Ruim je kamer op. Ik bedoel, serieus. Niemand houdt van een rotzooi. In ieder geval, ja, dat je dan je koptelefoon op hebt en dan je ouders niet hoort. Dus het zal altijd wel een probleem zullen blijven geven. Dus, sorry. Ik probeer te helpen. Maar goed, weer even terug naar de game toe. Zoals jullie zien, we kunnen nu dus op heel veel verschillende plekken komen waar dat we eerst niet konden komen. Zoals bijvoorbeeld hier naar boven toe. Als we hier naar boven toe gaan, kunnen we eventjes weer een papieren vliegtuigje worden. Hoe kunnen wij een papieren vliegtuigje worden? Serieus, begin bij part 1. Dan weet je waarom. Soms komen er wel eens van die kijkers en die hebben dan echt zoiets van, oh, Paper Mario, dat is awesome. Laten we gelijk eens even beginnen bij part 26. Random nummer is random. En mag ik hier alsjeblieft naar boven toe komen? Dankjewel. Shine Sprite. Yay. Kunnen we terugvliegen? Is niet echt nodig, want we hebben hier een secret to everybody. We kunnen nu hier ook naartoe komen en dan kunnen we dus kijken wat er hier achter deze deur zit. En voor... Oh... Ik dacht dat hier iets anders zou zitten. Dit is gevaarlijk. Dit is heel gevaarlijk zelfs. Dit is de Pit of 100 Trials. Elke Paper Mario game, tenminste, ik dacht dat elke Paper Mario game hem had. Van Paper Mario en Nintendo 64 weet ik het niet uit mijn hoofd, maar ik weet dat Super Paper Mario hem heeft. En de Game Boys, ja, eerlijk gezegd heb ik die nog niet echt helemaal doorgespeeld, maar... Een Pit of 100 Trials is dodelijk. En zeker op dit punt. Er is een item die ik wil krijgen op 50 floors. Plus, als je het voor elkaar krijgt, ben je behoorlijk overpowered. Dat doe ik oorspronkelijk pas na niveau 2, had ik dat in gedachten. Dus laten we gewoon onthouden dat dit hier is en laten we dit nog niet doen nu. Ik bedoel, we zijn bij de 1000 year door. We hebben ons objective ondertussen al gehaald. Dus, of zoals onze Leroy zou zeggen, objective! Tenminste, dat denk ik. Want onze Leroy is nog steeds onze Phoenix Leroy. Onze Phoenix G. Weet ik veel, in ieder geval. Alright Mario, hold up that crystal star. Oké, dan Koops, dat zal ik doen. Dat klinkt eigenlijk raar als ik dat zelf... Heb ik dat niet verstaan? Ik zei tegen Koops dat hij zijn muil moet houden in verband met een cutscene. Ik moet dat echt een keer uitzetten als ik... In de auto is het heel handig, maar... Sorry. Ik verpest hier een hele cutscene. Oeps. The location of a crystal star has been recorded on your magical map. We hebben gezien dat er een groene ster daar te vinden is. Bij witte bomen. Hey Mario, look there. The next crystal star showed up on the map. But I'm sorry, but I don't have a clue where that is. I think maybe we should take it to Professor Frankly and let him look at it. Dat is een heel goed idee, Koops. Dat is het beste wat je ooit hebt gezegd. Denk ik. Ik weet niet hoe ik dat anders zou moeten verwoorden, dus ja. I see. Crystal clear. Je stem moet wel gewoon hetzelfde blijven. Oh, okay, I see. Crystal clear. So, can you tell us where the next crystal star is or not? It's in the Bagley Woods. The second crystal star is inside a great tree there. A great tree in the Bagley Woods, huh? About those woods, I think some odd creatures live there. They look like this. Here, have a picture. Look at it! If memory serves, there is a pipe in Neat Town that leads to those woods. Professor Frankly, you should probably know it's about Princess Peach. Mr. Mario got an email just from her recently. Her Highness has said that the guys who kidnapped her are also hunting crystal stars. Oh, and she says he doesn't even know where she's being held. Yeah. Oh, the Princess Peach kidnappers are also looking for the Princess Crystal Stars. What could they hope to achieve? Could a treasure be... too many unknowns. I'm playing Pokemon at the moment and I'm trying to capture all those unknowns. Anyway, back to the story. Unfortunately, the only clues we have can rely on the Crystal Stars are on that map. I guess we can all do is head to Berkeley Woods to find the next Crystal Star. Yes, I recommend you do just that, and find it before the princess captors do.
But don't be hasty. If you're low on items or health, drop by the shop and in first. And I actually want to continue this game. I'll keep researching about this game and learn more about the unknown and the crystal stars and the ancient treasure. But first, I have to capture all these unknowns. So, off with you! Leave me be! Okay, yeah, sorry. Yeah. In ieder geval, mocht je iets vergeten te zijn te teddelen met onze Goombella, dan zou je dat hier kunnen vinden. Dus bijvoorbeeld heb je Hoektail vergeten, dan kun je hier de scrap papier vinden over Hoektail. Dus het zou wel heel erg handig zijn als je dat natuurlijk zou hebben op het moment dat je die battle hebt. Maar natuurlijk komt dat pas achter die battle. Oh boy, Luigi. Hoi, Luigi. Ik ga jullie alvast iets vertellen. Luigi's story. Het is grappig, maar het is enorme labtekst. En het spel is al heel erg vol met de labtekst. Hij heeft zijn eigen verhaaltje, wat eigenlijk gewoon een verhaallijn is. En dat is heel veel storytelling. In deze stem, because I'm a Luigi, Mario, jullie snappen het wel. En het is een hele lap tekst, dus als je met hem gaat praten, dan kun je dus hier, dan krijg je dus tot hij een verhaal aan het doen is. En ik ga jullie heel eventjes laten zien, zonder te voice acten, wat voor een long story dat het is. Dus dit kun je altijd lezen wanneer dat je wil. Nou is mijn vraag, je moet jullie kijken, kijk nou toch eens wat een lap tekst. Het grappige is, Koops die valt na een tijdje in slaap als je... Oh, Mario begint al te gapen. En als je dit dus echt gaat lezen, dan vallen ze allebei gewoon in slaap. Dat is best wel grappig. Willen jullie deze stories horen? Laat dat heel eventjes weten in de reacties. Ik moet zeggen, het is een hele lap tekst. Het neemt waarschijnlijk 5 minuten extra in een video in beslag. Dus laat heel eventjes weten wat jullie willen in de reacties. En of dat jullie misschien... dat dan misschien als jullie zelf aan het spelen zijn, dat zelf willen doen. In ieder geval, wij willen hier het shine huisje ingaan. Want met die shines kunnen we dus onze party members omhoog levelen. Dat willen we zeker doen! Welcome to the home of Merlin, the super magic, and I foresaw your arrival. I can aid you if you wish with 3 shrine sprites. I can power up your partners. Of course, that means I boost their attack power, but I also throw in a new move just for free. So, which partner would you like me to power up? Nou, hebben we maar 4 shines, dus we kunnen maar 1... Ja, één party member upgraden. Goombella die kan multibonk leren, wat eigenlijk hetzelfde is als multibounce. Dus ja, niet echt heel erg handig voor Goombella. En haar aanval die zal dan 2 keer zo sterk zijn. Dit is eigenlijk best wel handig in verband met een jump. Die doet normaal 1 damage en die stuit het door. Dus dan zou die 2 damage doen. Dus in totaal kun je dan 4 damage doen. Dus Goombella is op zich wel handig om te power-uppen. Maar Koops daarentegen, die kan zoveel damage in 1 keer binnenrenken. Plus is heel erg handig in battle systeem. En die heeft al een attack van 2. En dat wordt dan een attack van 3. Dus ik denk dat ik voor Koops ga. Plus, ze hebben allebei 10 HP. Hun HP die zal ook nog eens een keertje omhoog gaan. Dus ik ga gewoon voor Koops. Punt. Shall I power up? Sorry Koops, dat is niet jouw stem. Shall I power up this partner? Graag! Shazibi! Shazubi. Eigenlijk wel grappig hoe dat Koops daar even zo stond met zijn handen over elkaar. Zo van, nee. Hi. Then, you may go. Oké, doei. Dus, Koops heeft een nieuwe ability gekregen en die wil ik jullie zeker laten zien. Plus 5 HP extra, dat is altijd heel erg handig. Maar dan hebben we deze gast hier en ja, we hebben een proefkonijn nodig. Ik bedoel, we hebben nog niks aan deze andere kant van de muur hier te vinden. Maar we hebben een proefkonijn nodig, dus hoi. Wow, hold up now, you're an outsider. Past this point is a turf of Unschnell. Head of the Robos, it's 10 coins to pass through. Try to pass without paying and I'm afraid I'll have to whip you up good. I can take you. Now I'll show you. What? You gotta be kidding. You think you can fight your way through here? I'm gonna make you eat those words, tough guy. Let's get this party started. Dit is een optionele battle. En hij is best wel makkelijk. Oké, okay, we zitten een beetje low on flower points. Dat is op zich niet echt een heel erg groot probleem. En ik heb een foutje gemaakt. Want dat zijn jullie ondertussen wel gewend van mij. Wat ik eerst al eventjes wil doen is... Ik wil heel eventjes Goombella tevoorschijn toveren. In verband met... Ja, wij willen heel eventjes eerst een Tattle gebruiken. En natuurlijk in old-fashioned stijl. Goombella's stem die verandert weer.
Maar dit doe ik nooit in een stemmetje, dus goed. In ieder geval, dit is Gus. Hij is heel erg irritant, bla bla bla. Heeft 20 HP, attack is 3 en defense is 0. Dus hij is best wel sterk in het begin van het spel. Je kunt niet op hem springen, want op het moment dat je op hem springt, als je op hem springt, dan krijg je de schade van die spin. Dus, van die speer, sorry. Ah, net te laat met mijn supercard. Dat is eigenlijk best wel jammer. In het begin, zoals ik al zei, kan die best wel lastig zijn, maar hij kan ook eigenlijk heel erg simpel zijn. Goed, in ieder geval, we gaan heel eventjes swappen. Swap partner, we gaan heel eventjes naar Koops en dan kan ik gelijk Koops nieuwe aanval laten zien, namelijk Shell Shield. Shell Shield werkt als een schild. En ik heb hem perfect gedaan, waardoor dat er geen barst in zit. En, oeps, sorry Koops. Op het moment dat je dat gedaan hebt, zal dat schild blijven en alle damage die naar Mario toe zou gaan, zal dus geabsorbeerd worden door dat schild. Dat schild kan volgens mij, als hij heel is, 4 of 5 damage krijgen, dat weet ik niet zeker. En dan pas zal die breken. Zou er meer damage gedaan worden, dan krijgt de damage die gaat allemaal naar het schild toe. Dus jij zal nooit damage krijgen zolang dat je dat schild hebt. In ieder geval, ik zie dat we 2 Power Stars hebben. Dus is het ook tijd om de nieuwe aanval te laten zien, namelijk Earthrammer. Want op het moment dat we de Crystal Stars hebben gekregen, hebben we ook een nieuwe aanval gekregen. Namelijk Earthrammer, zoals ik al zei. Laten we die maar eens even gebruiken. Dit is een beetje concentratie in verband met, je kunt hier enorm veel damage doen tegen alle vijanden. Alleen je moet het wel goed doen. Elke keer als het sterretje begint te branden, wil je namelijk op A drukken. Mis je hem, dan stopt de aanval abrupt en dan doe je dus minder schade als je hem perfect doet. Of ja, excellent doet. Kies een beetje naar de muziek te luisteren. Ja, naar het geluid wat het balletje maakt. Dus ik ben heel even stil. En als je hem dus excellent doet... zul je alle vijanden op het bord 6 damage doen. Dit is gewoon geniaal. Dit wil je gewoon doen. In ieder geval, wij doen heel eventjes een shell toss. Niet dat het echt nodig is om stylish te doen, want ik hoop nou een bingo te krijgen. Dat zal helemaal geweldig zijn. Yep, daar hebben we. Je kunt een beetje die timing wel een beetje vasthouden. Dus je kunt er een beetje wel proberen die timing goed te krijgen. En dan zie je zo dat je de bingo te pakken hebt gekregen. Dat is altijd handig. Oké, supercard is niet echt nodig in verband met... Zie, daar, 3 damage en we hebben maar een kleine crack, dus... ik denk dat het echt 5 damage is dan. Ik wil heel eventjes Sweet 3 doen, want we kunnen wel eventjes ons FP heel eventjes herstellen. Dus laten we dat maar heel eventjes doen. Dat is net zo makkelijk. Nogmaals, deze battle die is optioneel, dus die kun je eigenlijk doen wanneer dat je wil. En ik raad hem eigenlijk aan om hem een beetje vroeg in het spel te doen. Kan ik nog iets raken vandaag? Op het moment dat je hem namelijk vroeg in het spel doet... dan heb je namelijk het voordeel dat je lekker veel experience ervan krijgt. Doe je hem later in het spel, dan krijg je er bijna geen experience meer voor. En dan is het bijna niet waard, omdat Gus is dan enorm makkelijk te verslaan. Omdat je verder in het spel bent. Dus, hoeveel HP heb je nog? 11? Maar dan hebben we nog zat. Dus laten we dit heel eventjes snel afronden. Ik had voor die 6 damage nog een keer kunnen gaan, maar waarom zou je dat willen doen? Shy Guy, niet doen. Oké, dat schild heeft al 7 damage geabsorbeerd en is nog steeds niet kapot. Wauw. Kunnen we er al een einde aan maken? Volgens mij niet. Nee, ik heb nog 2 beurten nodig, want dit zou 4 damage doen. Hij doet nou 3 damage. Nee, dat zal niet genoeg zijn. Ja, of ik had een andere aanval moeten... Nee, trouwens, dat werkte dan ook nog niet, want Stargate die was nog niet vol daarvoor. Dus helaas. Goed, nou, dan doen we nog wel een aanvalletje krijgen. En ik hoef me toch geen zorgen te maken. Ik bedoel, serieus. Koopsie kan de schade krijgen, maar ik niet. En ja, Koopsie wordt binnenkort toch wel gereheeld. Oh, kijk nou toch eens een spierige superguard. Haha. Lame. Oké, nou, we hebben ondertussen... Ja, je hebt nog maar 3 HP. Ik ga de FP eventjes volgooien. Ik bedoel, waarom ook niet? Ik bedoel, ja, we krijgen er maar 20 van, dus... Ja, ik ga de FP even volgooien. Ik bedoel, dat is weer een voordeel in de volgende aflevering. Ik bedoel, Koops kan hem neerhalen, dus we hebben 1 open aanval voor Mario. Dus dan kunnen we net zo goed deze aanval doen. We hebben de Star Power niet echt nodig. Plus 1 Star Power fix je behoorlijk snel. Dus ja, waarom ook niet? En het is een gratis item. En ik weet het, zo heb je dus bijna geen items nodig. Maar ik heb 1 probleem met RPG's. Ik wil bijna nooit items gebruiken. En damn, dit is een slechte ronde. Dit is een hele slechte ronde met 3 FP. Vergeet niet, ik ging voor de FP. Dus een hele slechte ronde dit. Oeps. Nou ja, in ieder geval laten we het maar een einde aan maken. Gus, sorry, maar jij bent disgusting. Dus opdonderen. Hup, weg jij, weg. Nou, het cirkeltje is alweer bijna helemaal vol. We krijgen er 20 puntjes voor. En
Crud! You dumb video games heroes always pull this stuff! It's ridiculous! You think violence solves everything, don't you? Don't you? Mom, hij doet het weer! Ja, die mom, hij doet het weer grap moest er heel even bij komen. In ieder geval, we zien dat deze deur, die is op slot, dus daar kunnen we helaas niks doen. Deze gast is een shy guy met een ander gezichtje. Deze gast heeft ook van alles te zeggen. Ik weet niet, ik heb nooit zin om met random NPC's te praten. Deze deur die zit op slot, of nee, deze deur die zit niet op slot, die andere deur zit op slot. Ik haal het allemaal door elkaar heen. Deze deur wil je doorheen, want hier kun je namelijk sidequests doen. Die gaat hij uitleggen, maar dat ga ik heel eventjes uitleggen, want het is namelijk verplicht. Je kunt hier een trouble kun je dan meenemen en dan kun je hem oplossen. Er zijn verschillende troubles die je hier ziet. Dit zijn sidequests, die gaan we allemaal doen in dit spel. Ik vind het wel belangrijk om een beetje te doen. Dus dit zijn allemaal sidequests die we kunnen doen. En er is er eentje die is best wel belangrijk om te doen. Dus plenty, serieus. Oh god, een Maximilian! In plaats van Maximilian. Oh god, de punten zijn heerlijk hier. Maar daar gaan we dus een andere keer op. Als ik eventjes... dan hebben we hier dus de sidequest. Dus dan kun je gewoon hier een sidequest nemen. En ja, als je die sidequest wil cancelen, dan moet je daarvoor betalen. Dus kijk er wel mee uit welke sidequest, ja, welke sidequest je pakt. Deze deur die zit op slot. Kunnen we helaas nog niks mee. En deze deur die zouden we open kunnen maken door hier tussendoor te lopen. Maar op dit moment schieten we daar nog heel erg weinig mee op. Dus gaan we hier nog niet tussendoor lopen. Want dat is voor een latere zorg. We hebben gezien wat voor vijandje dat we... Wat voor beestje dat we moeten gaan zoeken. We hebben het beestje al een keertje gezien. Daar had Frankly het over. Dus ik zou zeggen, laten we maar naar dat beestje toe gaan. En kijken of we daar wat meer kunnen vinden. Maar dat doen we allemaal in de volgende aflevering. Dus... ik denk jullie voor het kijken naar deze aflevering. Nogmaals sorry dat er dus een grote pauze in de aflevering heeft gezeten. Nogmaals mijn excuses daarvoor. Ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering. Ik heb nu weer een opnamesessie, dus een volgende aflevering zal snel komen. Vergeet niet de secret te vinden op Facebook of op de discussietopic in mijn kanaal. Om te zien waar dat we mee bezig zijn. Nogmaals, het is echt een gigantisch project. Gaat heel erg leuk worden, dus hint. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende video. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Doei! Koffie!